Hey allemaal en welkom terug bij Disney Vlog nummer 1. In de zin van welkom terug bij Disney content. Het is eventjes geleden en ik heb er zo ontzettend veel zin in voor het geval je het niet door hebt. Dit wordt namelijk de eerste video van een hele reeks. Ik moet nog helemaal gaan uitwerken wat ik allemaal ga filmen in Disneyland Parijs. Maar er komen in elk geval weer vlogs, shop met meis, een tipvideo of een snackvideo ben ik nog over aan het twijfelen. En ik moet nog door al jullie inzendingen heen gaan. Ik ga reels maken, ik ga TikToks maken. Het wordt weer een heel ding. Ik wil trouwens gelijk eventjes zeggen, mocht je vinden dat ik raar praat, ik heb zojuist, ik kom echt letterlijk net 10 minuten geleden terug van de kaakchirurg. En ik heb mijn implantaten daadwerkelijk gekregen. Dus ik heb allemaal weer tanden in mijn mond. Maar vandaar dat ik een beetje gek misschien praat, want ik moet er nog aan winnen, zeg maar. Nou, voordat we echt in deze video gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, wil je checken dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu echt beginnen. Zoals je namelijk ziet, sta ik in de slaapkamer. Ik wil gelijk zeggen, het is hier een zooi, jongens. Namelijk de laatste tijd, zoals jullie ook in de vlog hadden kunnen zien, ben ik bezig met mijn kledingkast uitzoeken. Dus er staan hier overal vuilniszakken met wat gedoneerd gaat worden, wat verkoop is, wat aangepast nog moet worden. Dus ja, kijk daar eventjes doorheen in deze video. Maar het leek me heel erg leuk. Om te beginnen ga ik helemaal mijn outfit even aantrekken, checken voor het speciale evenement. En dat zal in deze vlog zitten. We hadden deze Disney trip geboekt 24, 25, 26. Dat was eigenlijk oorspronkelijk ons eigen idee om te gaan. Hadden we dus al geboekt. En toen in één keer op Disneyland Parijs pashouder Instagram werd aangekondigd dat er weer een pashouders evenement aankwam. Wat echt niet een betere timing kon hebben. Want ze kondigen dat altijd heel laat, zeg maar, aan. Je hebt dan korte tijd om naar Disney te gaan. En ze kondigden dit aan voor de 22e. Dus dat was echt maar 2 dagen voordat we eigenlijk zouden gaan. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een ander hotel geboekt. Een traumatisch hotel, moet ik wel zeggen. Want de laatste keer toen waren we gestrand in Frankrijk, toen waren we ook in dit hotel. Dus hopelijk houden we de positieve vibes gaande terwijl we daar wel verblijven. Maar we hebben dus daar 2 nachtjes geboekt zodat we eerder naar het evenement kunnen. Dus morgen gaan we gelijk naar het speciale pashouders evenement. Wat houdt dit nou in? Wij zijn 1 keer eerder geweest met Halloween. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt, mocht je die nog niet gezien hebben. Het is echt heel erg cool. Het is dus zo dat vanaf 7 of 8 uur, ik weet even niet meer, dan is het park alleen voor abonnementhouders. Dus ze vervroegen de eindshow. Als die is geweest, moet iedereen het park uit. Behalve de mensen die bandjes hebben gehaald voor het evenement. Die daar zeg maar bij horen. Die daar kaartjes voor hebben. En dan doen ze speciale shows. Dit keer zullen er 4 speciale shows zijn. Alleen voor dit evenement. Ze doen iets van een speurtocht. In dit geval hebben ze al gehint dat het iets met wachtwoorden gaat worden. Maar meer weten we ook nog niet precies. En daarnaast, wat ook gewoon een heel groot voordeel is, is dat het park mega rustig is. Dus Thunder Mountain, zeg maar, kun je gelijk instappen. Het is echt amazing. Allemaal zulke soort dingen. Maar we weten nog niet alle details. Dat weet je pas eigenlijk echt als je daar naartoe gaat en het programmaboekje krijgt. Nu moet ik wel gelijk zeggen, deze camera is niet geweldig als het donker is. Dus ik zal mijn best doen zo rustig mogelijk te filmen als het donker is. Omdat gewoon, ja, het ziet er niet geweldig uit. Maar ik ga mijn best doen zoveel mogelijk wel voor jullie te filmen en er rekening mee te houden dat het er nog zo goed mogelijk uitziet. Deze eerste vlog zal dus helemaal daarvan zijn, want dat duurt tot 2 uur 's nachts. Dus ik denk dat dat wel genoeg is voor een eigen vlog. Hi, heel eventjes Noël hier uit de toekomst met een korte onderbreking. We gaan heel snel weer door met de Disney vlog. Maar deze video is gesponsord door YFood. En mede dankzij YFood kan ik weer een superleuke Disney reeks voor jullie maken. Dus ik wil het heel eventjes snel over ze hebben. Jullie hebben mij al vaker horen praten over YFood. Het is namelijk een snelle en makkelijke manier voor een maaltijd of snack. Ze hebben shakes, to-go drankjes, bars, van alles en nog wat. En het is echt een maaltijdvervanger. Het is geen dieet eten. En daarnaast hebben ze super veel opties voor iedereen, dus wat. En vandaag wilde ik het dus eigenlijk eventjes snel met jullie hebben over hoe handig YFood is. Hoe makkelijk en fijn in gebruik. Want we hebben natuurlijk de laatste tijd voornamelijk gehad over nieuwe lekkere smaken en welke opties er zijn. Maar vandaag gaan we het even hebben over het gemak. Zo heeft bijvoorbeeld YFood mij ontzettend geholpen met geen maaltijden te skippen. Want dat deed ik heel vaak met de lunch. Want rond lunchtijd
tijd zat ik altijd helemaal in mijn werk. En ik ben zo iemand die dan echt wil doorgaan als ik in die workflow zit. En dan wilde ik niet helemaal moeite gaan doen en een lunch gaan maken, omdat ik er lekker in zat. En daarnaast niet alleen dat, ik vergat het ook heel vaak. Dus wat ik nu heel vaak doe als ik echt een laptop werkdag heb, is Y-Food gewoon klaarzetten voordat ik begin met werken. En dan wanneer ik merk aan mijn lichaam dat het lunchtijd is, dan heb ik Y-Food gewoon naast me staan. Het is zo gemakkelijk. Je hoeft er niks voor te doen. Je kan het gewoon gelijk drinken. Dus voor mij is het echt zo'n fijne oplossing en een veel gezondere manier van leven dat ik wel op die manier lunch. Dus dat is mijn persoonlijke ervaring en het leek me ook wel leuk om die van Luc te delen, want die is totaal anders. En misschien kan je je daar ook wel in vinden. Hij is namelijk totaal geen ochtendpersoon. Dus voor hem is het allerbelangrijkste zoveel mogelijk slaap pakken, zo lang mogelijk in bed blijven liggen. En daarmee helpt Y-Food hem ontzettend, want hij blijft gewoon zo lang mogelijk liggen. Hij hoeft niet moeilijk te doen om ontbijt te maken of zo, maar hij pakt gewoon Y-Food uit de koelkast, stopt het in zijn werktas en neemt het gewoon mee voor onderweg. Het is zo ontzettend makkelijk. Dus ja, ook op die manier zo chill. Wil jij Y-Food nou uitproberen met de code Noël-YouTube? Je ziet het nu in beeld. Noël-YouTube. Krijg je 10% korting op jouw hele bestelling. Of je het nou wil uitproberen of gewoon al fan bent en wil inslaan, is het natuurlijk heel erg fijn om die kortingscode te gebruiken. Natuurlijk weer super bedankt aan Y-Food dat ze wilden samenwerken. En ook ontzettend bedankt aan jullie. Want als jullie niet mijn video's zouden kijken, zou ik ook niet zulke toffe sponsors krijgen als Y-Food. En dankjewel Y-Food. Want anders zouden we geen Disney-serie hebben. Oké, ik ben klaar met praten. We gaan nu terug naar de Disney-vlog. Maar iets wat ik nog niet had gezegd. Het is namelijk zo dat voor zulke speciale evenementen je verkleed mag komen. En dit keer is het thema dus de vier landen die je hebt in Disneyland Parijs. En eigenlijk kun je dus verkleed gaan in een themaland. Wij hebben dus gekozen om als Pirates of the Caribbean te gaan. Ik heb alles budget verzameld, maar ik ben wel een beetje extra gegaan. Want namelijk toen met Halloween hadden we ons ook cute gekleed, maar toen zagen we het niveau. Mensen gaan echt all in. En het is super leuk om te zien. Als er specifiek vanuit jullie vragen zijn voor linkjes of als je iets heel erg graag wil weten van deze outfit, laat vooral hier beneden even weten. Maar basically alles komt van Shein. De oortjes komen van AliExpress. Dat was een heel avontuur. Hadden jullie kunnen zien in mijn vlogs de afgelopen tijd. Was super grappig. Maar ik heb ze binnen. Maar ik ga het nu even aantrekken zodat ik ook weet van wat ik allemaal meeneem voor die outfit. Kan ik het gelijk ook inpakken? En kan ik het gelijk aan jullie laten zien? En daarna gaan we gewoon voor de andere dagen ook de outfit samenstellen. Wat we altijd doen in de eerste vlog. Oké, ik heb alles aan, maar ik moet even uitvogelen waar ik jullie neerzet. Maar ik ga in elk geval alvast even het bovengedeelte. Er hangt nog overal kaartjes gewoon aan vast. Dus dat moet ik nog allemaal afhalen. Maar ik ben er heel erg blij mee voor het geld wat ik eraan heb uitgegeven. Dus ik ga je heel even verplaatsen. Kijken hoe ik de hele outfit kan laten zien. Oké, ik denk dat het werkt. Jullie staan nu in de Disney beeldjeskast. Dit is mijn outfit. Ik heb deze. Dit is letterlijk gewoon een riem met allemaal muntjes. Die heb ik omgedaan, gewoon over mijn schouder heen gegooid. Verder is het heel praktisch. Ik zit heel dik ingepakt namelijk. Want ik heb hieronder thermal shirt in het bruin aan. Ook gewoon van Shein. Dan eentje met knoopjes eroverheen. Dan deze. Dan heb ik ook deze handdingen. Super cool. Riem heb ik ook gewoon een armband aangehangen. Gewoon aan het sluiting heb ik gewoon aan de riem vastgeklikt. En de rok, ja die kunnen jullie nu niet zien. Ik zoom even iets kantelen. De rok is ook super vet dat het zo in allemaal van die puntjes loopt. Dan heb ik een legging eronder. En heb ik nog bruine laarsjes. Dus dit is dan de hele vibe. Deze munt trouwens hebben ze ook gewoon bij Shein. Echt daadwerkelijk van Pirates of the Caribbean. Dus dat is wel heel erg nice. Ik denk dat ik die nog even vast ga plakken. Dat ik hem gewoon zo hier zo vastplak. Dat je hem altijd een beetje zo ziet als kiekeboe. En en ik heb trouwens ook hieronder zit ook zo'n warmte sjaal. En daar overheen heb ik zo'n siersjaaltje zitten. Ik ben er heel blij mee. Voor budget, niet mega veel tijd gehad om het samen te stellen, vind ik hem zelf heel erg leuk geworden. En het is dus zo dat we rekening hebben gehouden met dat het kouder wordt 's nachts. Dus dit kan ik gewoon aan zonder jas, omdat ik helemaal thermoskleding. Want ik doe dan ook zo'n panty hieronder met vlies, maar dat het lijkt op je huid. Dan ben ik gewoon super warm. Ik heb het nu ook echt super warm. Dit is mijn piraten evenement outfit. I think it's cute. Nou, ik heb het hier zo allemaal netjes neergelegd. Dit is dus de hele outfit. Ik moet er alleen nog even langs om alle kaartjes eraf te halen. Maar de sieraden die ik dus erbij heb. Kijk even hoe cute. Kom ook gewoon van Shein. Deze twee kleinere
Die gaan dan in mijn tweede oorgaatje. En deze grotere zwaarden doe ik dan in het eerste oorgaatje. Maar die gaat er echt doorheen, zoals je kan zien. Dat zwart gedeelte, die gaat dan aan de achterkant. Dus dan lijkt het alsof je oor, zeg maar, gestoken is met een mini zwaard. Like, hoe cute is dit? Dus naast deze piraten outfit heb ik 4 outfits nodig die ik aan kan doen op andere dagen. Gewoon cute Disney outfits. En ik moet zeggen, ik heb maar 1 outfit in gedachten en voor de rest niet. Dus door het even echt lekker samen uitzoeken hoe of wat. Dus ik ga eerst even die kaartjes eraf knippen en dan ben ik zo terug als we de rest gaan uitzoeken. Nou, ik heb al wat outfits hier zo uitgezocht. Ik heb dit blauwe jurkje, die hebben jullie al 100 keer gezien. Maar ik was hier door mijn kast aan het gaan, jongens. En dat is letterlijk mijn enige blauwe jurkje. Voor de rest wel heel veel groen, roze, wat rood. En wat zomerjurkjes hier en zo. Maar ik moet echt blauwe jurkjes gaan kopen. In de zin van babyblauw, een beetje dat licht pastelblauw. Zeg maar de kleur eigenlijk van deze haarband zou ik super graag in een jurkje willen. Deze haarband is van AliExpress, dus die weet ik helaas niet, die AliExpress. Deze oortjes zijn van de Disney Store. Eigenlijk Shop Disney, maar die heet nu Disney Store. Die heeft de naam veranderd. Deze waren van de Valentine collectie. Hoe cute. Met een rood jurkje. En ik dacht dan met mijn roze jas. Deze dacht ik met mijn witte jas. En deze doe ik dan aan wanneer we de characters gaan ontmoeten met het buffet in het Disney Hotel. En ik heb deze oortjes. Deze zijn van de Magic Factory. En kijk even hoe freaking cute. Daar heb je de Aristokatten aan hangen. Silhouet daarvan en een roze strikje in het midden met allemaal steentjes eroverheen. Ja, ik dacht dit werkt perfect met deze super cutesy roze jurkje. En dan met een riemetje met een hartjes gesp. Helemaal leuk. Dan heb ik een beetje een party outfit. Deze jurk ziet er heel random uit als je hem zo ziet. Maar echt waar, hij ziet er echt heel schattig uit als je hem aan hebt. En dan heb ik deze oortjes. En ik ben zo blij dat ik ze eindelijk op kan doen. Want dit waren namelijk verjaardag oortjes. Maar ik vond de cupcake in het midden was het iedere keer net niet. Dus ik heb de cupcake eraf gehaald. En nu vind ik ze super leuk. Dan met een leuk kleur riemetje erom. Misschien blauw of zo. Dat ik wat andere kleurtjes heb. En dan heb ik deze roze outfit. Ik heb 1 outfit eigenlijk te veel. Deze pluche oortjes altijd zijn eigenlijk mijn favoriet. Want die zitten het meest comfortabel. Deze voel je gewoon niet zitten. Kan je de hele dag op hebben zonder pijn. Worden op AliExpress echt verkocht voor echt 4 euro denk ik. Super voordelig ook. En ze zijn ook echt heel leuk vind ik. Dus dat is deze outfit. Eigenlijk dus 1 outfit te veel die ik niet nodig heb. Maar ik neem het gewoon allemaal mee. En dan kan ik op de dag zelf beslissen als ik zoiets heb van ja, deze wil ik aan en deze niet. Dus dat is wat ik erbij heb gepakt. Ik ga inpakken. Ik ga de rest inpakken. Weet je wel, de panties en ondergoed en alle dingen die erbij komen kijken. Maar voor mijn gevoel heb ik echt alweer genoeg gerateld voor dit thuisgedeelte. En ik ben zelf altijd zo iemand, als ik dit aan het editen ben, dan denk ik, Noël, schiet op. Iedereen wil gewoon dat je naar Disney gaat en dat zien. Maar ik weet dat er best wel wat van jullie zijn die het ook echt wel leuk vinden om dit gedeelte te zien. Dus vandaar dat ik het een beetje gefilmd heb. Dus ja, ik ga het inpakken. En dan zie ik jullie morgenochtend. Ik zal dus, normaal gesproken zien jullie mij gelijk in de auto super vroeg met full glam en mijn haar gekruld. Ik zal dus vlechtjes in hebben waarmee ik heb geslapen. Dus die zullen niet geweldig eruit zien. En ik ga gewoon make-uploos. Omdat ik dus hele extra piraten make-up wil doen. Maar dat doe ik dan in het hotel pas in Frankrijk. Dus dat is ook wel fijn, kan ik wat langer slapen. Trouwens, nu vergeet ik het ook bijna met jullie te delen. Maar ik heb ook mijn nagels laten doen. En dat heb ik gefilmd. Want bij een Disney trip horen natuurlijk Disney nagels. Omdat ik ook Shop met Meisjes en zo film, vind ik het leuk dat jullie dat zien. Dus ik ga eerst nu even de beelden nog invoegen dat we mijn nagels gaan doen. Nou, dit zijn ze dan geworden. Als eerste, ik wilde graag, ik zie vaker mensen met 2 verschillende handen, zeg maar, qua kleuren. En ik vond dat zo leuk. Dus ik dacht, ja, ik doe dat. Maar wel dat ze nog een beetje dezelfde nail art dingetjes hebben, zoals deze French nails. En de middelvingers hebben hetzelfde soort design. Dat ze wel nog steeds bij elkaar passen, zeg maar. Maar de ene hand is dus helemaal roze. Krijgen we Knorretje en Marie erop. Kijk even hoe cute. En de andere hand is helemaal rood-geel. Krijgen we Winnie de Pooh. Die is wel echt persoonlijk mijn favoriet. Ik vind echt dat die zo goed gelukt is. Zo cute. En we krijgen ook Wish.
natuurlijk. Kijk even hoe cute, het sterretje. Dus ja, dat is het geworden. Eerst dacht ik ga echt voor piratennagels, omdat natuurlijk speciaal evenement. Maar toen dacht ik, we gaan veel langer. En dan is het heel raar als ik Pirates of the Caribbean nagels, in de zin van, mijn rest van mijn outfits zijn altijd super cute, zie. Dus dat zou niet werken. Maar ja, in elk geval super tof gedaan weer door Salon Menon. Ik ben helemaal happy en helemaal klaar zo voor de Disney trip. Hallo, goedemorgen. Ik zie er een beetje dood uit, maar we gaan ervoor vandaag. Heel gek om zo laat eigenlijk op de weg te gaan. We waren om 8 uur weggereden. Normaal gesproken rijden we echt om 4 uur 's nachts weg, zoals jullie weten. Maar omdat we nu bij een ander hotel naartoe gaan, kunnen we pas vanaf 2 uur inchecken. En omdat we dus ook speciaal gekleed gaan, mogen we pas 6:30 het park in. We moeten daar wel om iets van 6:30 zijn om in de rij te staan voor onze speciale bandjes en programmaboekje en al die dingen voor de evenementavond. Dus vandaar dat we om 8 uur weg konden. Dus als het goed is, komen we nu precies om 2 uur aan. Hij zegt nu 2:30, maar zoals nu bijvoorbeeld stoppen we dan om een ontbijtje te halen. Ik probeerde het net voor jullie te filmen, maar normaal staan we echt vlak voor. Het tankstation is echt super druk nu ook. Dus ik kan het niet filmen voor jullie, maar we halen even broodje, wat drinken, neem ik rijsttabletjes en dan gaan we zoveel mogelijk in één keer door. Zoals ik al had gezegd, ik vind het wel gek dat we naar hetzelfde hotel gaan. Gewoon puur omdat het zo'n ongelukshotel was. De laatste keer dat we hier zaten bij dat hotel, hadden we autopech en zaten we vast en was het super frustrerend. Dus ja, het voelt een beetje gek om daar naartoe terug te gaan, zeg maar. Maar het is dus heel chill omdat die vlakbij het treinstation ligt en 2 haltes maar naar Disneyland Parijs is. Dus dat is wel heel erg fijn. Nu is het wel zo dat we vanavond met de auto naar het park gaan terwijl we daar zijn. Omdat het evenement duurt tot 2 uur 's nacht. Voordat we uit het park zijn is het dan 2:30, 3 uur. Dan rijden de treinen niet meer, wat logisch is. Dus ja, dat is het plan. Ik heb in elk geval heel veel zin in het evenement. En ik moet zeggen trouwens, vandaag wordt het heel lekker weer als het goed is in Frankrijk. Hier zo is het nu echt niet mooi weer. Maar het wordt 18 graden en vol zonnetje. Dus dat is ook heel erg fijn, omdat we natuurlijk ook zonder jas gaan en ik allemaal thermokleding eronder heb. Ik denk dat dat echt super chill gewoon gaat zijn. En verder, de weersverwachtingen zijn beter geworden. Maar zaterdag morgen schijnt wel een beetje te regenen. En de dag dat we weggaan. En voor de rest, als het goed is, droog. Wat heel fijn is, want eerst zeiden ze dat het bijna de hele week ging regenen deze week. Dus dat valt nog te overzien. Oh, en trouwens, wat ik volgens mij niet had gezegd. Maar tijdens het speciale evenement, speciaal alleen dan, zijn heel veel loungeflies in het park 50% korting. Dus daar moeten we natuurlijk ook eventjes naar kijken straks. Dat moeten we niet vergeten om even naar te gaan kijken welke dat dan zijn allemaal. Hallo Luc. Brood. Brood. Delicious. En een hele grote fles. Ja, dan kunnen we samen drinken. Ja, oké. Okay. Heb je geen koffie? Caring. Nee, ik moest al een beetje naar de wc, maar nog niet heel erg. Maar ik dacht, als ik nu koffie neem dan... Oké, okay. Nou dankjewel voor deze geweldige informatie. Doe ermee wat je wil. Oh ja, dank je. Hallo, we zijn er dan. Maar we hebben net besloten, we zijn er een beetje vroeg. Dus Luc gaat nu heel even snel naar het hotel toe rennen, inchecken. En dan gaan we doorrijden naar de outlet. Want die is hier letterlijk 1 minuut, 2 minuten rijden vandaan. Als het goed is. Dus we gaan daar heel eventjes kijken. Want we hebben best wel even voordat we 5:30 zeg maar bij Disney kunnen zijn. Maar we hebben het hier gehaald. Het is een beetje ongemakkelijk hier altijd om te filmen. Want er lopen hier best wel wat mensen. Hier komt weer iemand voorbij. Maar in elk geval, we hebben het gehaald. De auto doet het nog. Afkloppen. En dan gaan we zo heel eventjes kort naar de outlet. Even bij Michael Kors kijken. Dat vond ik de vorige keer heel erg leuk. En Luc had daar ook zijn mooie jas vandaan. Dus we gaan daar heel eventjes snel kijken. En daarna klaarmaken voor het evenement. Nu moet ik wel zeggen, ik had net weersbericht gekeken. En wat echt super poep is, is dat ze precies regen verwachten tussen 10 en 12. Het zou de hele dag droog blijven. Het is nu ook echt prachtig weer. Echt een heel mooi zonnetje. Maar dus tussen 10 en 12 verwachten ze regen. En dat is precies met het evenement, met de opening en de shows. En ik hoop wel dat het dan gewoon door kan gaan. Maar dan moeten we even afwachten. Nou, we zijn nu in de parkeerplaats. We gaan eerst
zo snel de koffers wel afzetten in de kamer. Want die is nu gewoon klaar. Maar ze hebben dus in deze parkeerplaats een eigen gedeelte waar de auto kan. Dus dat is wel netjes geregeld. Ja. Er stond al een prijslijst, 10 euro per 24 uur. Maar ik vroeg erna, toen zei ze, hoor, ik pak gewoon deze code, is gratis. Nou, de koffers zijn afgegeven en we gaan dan nu gewoon gelijk door. Dus dan film ik zo als we er zijn. We zijn er vlakbij. Het zit dus vlakbij Valdi Europe. Alleen al net daarnaast eigenlijk. En dan gaan we heel even snel de outlet in. We hebben dus niet mega veel tijd, maar ik zal wel een beetje filmen voor jullie. In elk geval naar Michael Kors en The Guess zou ik heel graag willen gaan. Misschien dat we even opsplitsen, dat Luc kan gaan waar hij wil gaan en ik waar ik wil gaan. Moet even kijken. Maar we hebben in elk geval niet heel erg veel tijd. We hebben ongeveer klein uurtje de tijd. Nou, dat ging eigenlijk heel erg soepel. De vorige keer waren we toen echt super lang bezig met een plekje vinden. Het is alsnog wel een beetje afwachten totdat mensen weggaan. Maar iedereen loopt zonder jas. Ik loop hier met mijn jas en mijn joggingpak aan. Echt super aso. Maar ik had niet verwacht dat we hier naartoe zouden gaan. Maar het ziet er veelbelovend uit. Het ziet er ook een stuk rustiger uit. Want de vorige keer dat we hier waren was met de kerstvakantie. Was het heel druk. Maar dat is nu niet, dus dat is fijn. Het ziet er dus heel cute uit. Allemaal huisjes een beetje. Zoals bijna altijd outlets eruit zien. Van allemaal merken en dan lekker voordelig. Nou ja, voordeliger. Luxe jas was niet zo voordelig de vorige keer. Maar waar gaan we eerst heen? Michael Kors? Die ligt helemaal alleen. Ja. Oké. Okay. Die was naar rechts, toch? Ja. Ja. Nou, we zijn uit de Michael Kors. Ze waren wel echt hele cute laarsjes. Ik weet eigenlijk niet of ik die nog gefilmd had. Maar die paste helaas niet. En het waren de laatste. Ze waren net klein. Ik denk dat ik één maatje groter nodig had. Maar dat is wel heel erg jammer. Want die waren echt leuk. Die waren echt van 300 nog wat. Nu maar 49 euro. En ze waren cute. Maar helaas geen succes. Dus we gaan door naar de Guess. Splits even op. Luc gaat de Calvin Klein in. Had je je riem de vorige keer gehad, toch? Oh, die heb je nog om. Ja, maar ik ga naar de Guess, zit hier tegenover. Nou, ik heb wat heel leuks, een leuk setje gekocht. Ik zal het straks wel in de hotelkamer laten zien. Luc, was hier geslaagd bij de Calvin Klein? Nee. Het is echt heel erg warm. Luc heeft ook zijn jas uitgedaan. Maar we gaan nu richting het hotel dan en klaarmaken voor Treasure Night. Dat was de naam. Ik was even de naam kwijt. Oké, let's go. We zijn er. Dit is dus de parkeerplaats. Hier mag je je auto dan neerzetten. En dan deze lift, zei Luc, gaat gelijk ook naar de kamerverdiepingen. Dat is wel chill. En de vorige keer was deze lift heel krakkemikkig, maar die, toen zou er onderhoud komen. Dus, en Luc zei nu dat hij heel soepel ging. Dit is helemaal nieuw, helemaal nieuw. Ja, dat klopt. Bliep. Had je de kamer al bekeken ook? Heel snel. Hij is soepeler, maar hij kraakt wel een beetje. Maar hij kraakt wel. Maar hij is wel soepeler. Hij valt niet. Precies. Nou, de gang stinkt weer heel erg. Zoals de vorige keer ook. Dat is het enige. Het is heel, ik moet wel zeggen, als je in de kamer bent, dan ruik je het niet meer. Maar deze gang ruikt echt heel erg naar riolering. Bliep. Ik dacht, ik kijk even of ik die laarzen kan vinden. Maar deze waren het dus in het bruin en in het wit. Maar nu dus, daar maar voor 49 euro. Ik baal wel dat ze alleen nog maar de laatste maatjes hadden. Want die waren echt super cute. Maar ik heb heel erg leuk gekocht. Ik zal trouwens zo even de kamer heel snel laten zien. Het is niet heel spannend. Namelijk deze tas. Ik had een zwarte de vorige keer dat we daar waren gekocht. In dezezelfde beetje banaanachtige vorm. Het is zadelvorm noemen ze dat altijd. Maar ik vind banaan leuker. Heel erg cute. Deze hadden ze in het blauw, roze, bruin, zwart. Echt heel veel opties. Maar ik dacht ik ga voor deze wit met een licht beigeachtige bruin. Echt heel erg mooi. Ik krijg het logo voorop. Lange strap. En hij heeft ook een korte goudere die er heel leuk voor hangt ook. En toen zag ik dus dat ze de matching riem van deze hadden. Dus deze is dezelfde print. En ik dacht, hoe leuk is dit? Met het warmere weer. Zoals bijvoorbeeld vandaag, als dat ook zo is in Nederland. Om dan een bruin jurkje aan te doen. In een beetje deze beige bruinachtige kleur. En dan met de riem en de tas. Like super cute.
Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Deze riem was nu... Ze hebben de prijskaartjes afgehaald. Maar die was volgens mij van iets van 60 of 70 nu naar 35. En de tas was van 160 ongeveer volgens mij naar 99. Plus, ik kreeg een cadeautje erbij, wat ook wel heel erg leuk is. Dat kreeg ik de vorige keer niet. Dat is namelijk deze toilettas. Die heb ik er gratis bij gekregen met kerst erop in het goud. En het is een beetje een grijs-bruinig kleurtje. Maar hij kan open en je hebt ook nog een kleiner travelcase. Dus die kun je er eventueel natuurlijk in doen of los van elkaar gebruiken. Wel echt super cute. Die kreeg ik er dus bij als cadeautje. Deze is ook wel handig. Kun je doorheen kijken. Heel fancy. Ja, heel fancy. Ik kreeg je gratis bij. Leuk, hè? Ja, dat is een goed leuk gratis cadeautje. Ja. Dus ja, hier heel erg blij mee. Leuke vondsten. Luc had dit keer niks gevonden, maar we waren ook echt wel heel snel. Maar ik vind dit echt wel een hele leuke. Ik heb zin om hier een outfit bij te gaan maken. Moet ik nog even een leuk jurkje voor zien te vinden. Maar cute, toch? Is altijd wel heel erg leuk. En het was dus inderdaad zo, hè Luc? In vergelijking met de vorige keer was het nu wel echt een stuk... Rustiger. Parkeren was makkelijker te doen. Schaats parkeren waar wij stonden ook. Wel echt een aanrader. Dus ook die laarzen net opgezocht. Online worden die voor 170 nog steeds verkocht. En nu was het 50. Ja, 49 euro daar. Dus ja, het is wel echt oprecht goede deals. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat zijn de aanwinsten. Heel even snel de kamer aan jullie laten zien. Ja, het is niet zo heel spannend. Hij is iets kleiner dan de vorige keer. We hebben hier zo'n bureautje met een stoeltje, dus daar zal ik mijn make-up gaan doen. TV, twee persoonsbed soort van. Het zijn twee enkele. Het zijn twee losse. Twee losse tegen elkaar aangeschoven, maar wel een beetje bedoeld volgens mij voor twee personen. Een minibar. Een minibar. En een beetje koffie, thee volgens mij. De minibar is leeg. Ja. En hier zo hebben we de badkamer, zijn bad. Best een flinke, hoe noem je dit, wastafel. Woorden, moeilijk. Nou, dan hebben we een badje. Douche. We hebben geen handdoeken volgens mij gekregen. Oh jawel, liggen hier zo onder handdoeken. Die hebben we wel nodig. Ja, die hebben we wel nodig. En hier zo toiletje waarvan de deur niet dicht kan. Want die zit echt letterlijk bij de wc-pot. Of je moet helemaal in de hoek gaan staan, dan krijg je hem dicht. Wat ben je? Ja, ik wilde deze lamp voor jou aanzetten. Maar... Nee, maar ik dacht dat ik kan demonstreren. Oh, ga je demonstreren? Ja, kan wel, maar niet. Want, je moet helemaal in het toilet gaan staan. Ik vind het een beetje claustrofobisch. Niet handig. Nee. Dus wij laten hem gewoon openstaan. Maar ja, dat is de kamer. Het is niet, iets kleiner dan de vorige keer, maar dat had ik toen niet gevlogd. Dus nu kan ik het aan jullie laten zien. Zo gewoon netjes. En we zitten hier zo nu aan de straatkant. Tadaa. Zie je hier zo. En het zit dus vlakbij het treinstation. Maar we gaan nu eventjes snel wat eten, want we hebben niet heel veel tijd meer. En dan klaarmaken en dan gaan we naar het speciale evenement. Ik zie er momenteel een beetje crazy uit, maar ik ben mijn make-up aan het doen. Het gaat niet helemaal soepel. We zouden eigenlijk een pizzaatje hier zo in de buurt halen, maar het is allemaal dicht. En Luc die wil heel even kijken voor lenzen, want die had hij niet meer thuis. En die is hij vergeten van tevoren te halen. En het kan in Disney met een bril op, maar het is zeg maar niet ideaal. Dus hij is een paar opticiens ingegaan, maar ze hadden allemaal... Er was er eentje, dan moest hij gelijk 90 paar kopen. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt nodig. En de anderen hadden het niet en dan kon het laten bezorgen. Maar dan was het, ja, dat werkt niet, want we gaan ook wisselen van hotel. Dus ja, dat gaat allemaal niet zo soepel. Luc gaat nu nog op zoek naar wat te eten. Ondertussen ben ik alvast maar begonnen aan make-up. Want we hebben niet mega veel tijd meer, dus dan gaan we straks lekker snel eten. En dan gaan we naar het park. Ik heb er echt wel mega veel zin in om gewoon... Disneyland Parijs weer in te lopen. Ik moet wel zeggen, het voelt wel een beetje verdrietig of zo. Dit is namelijk het laatste tripje met ons abonnement. En het is niet ons laatste abonnement, zeg maar. We gaan niet gelijk een nieuw abonnement nemen, zoals ik ook al had gedeeld in een vlog. Want ik kreeg gelijk dat jullie helemaal in paniek raakten. Dit is niet de laatste Disney-serie die jullie op mijn kanaal gaan zien. Het is trouwens echt vreselijk licht, dit. Maar we gaan dus... dit abonnement even af laten lopen, omdat je geen verlengkorting meer krijgt. Dat hebben ze helemaal niet meer. Eerst was dat namelijk echt best wel wat. Maar we gaan ook binnenkort trouwen en zo. Dus dan gaan we toch niet naar Disney. En dan gaan we op huwelijksreis. Dus we nemen pas later
waarschijnlijk een abonnement weer en gaan we weer naar Disney. En het is dan zonde van die maanden dat we dan niet zouden gaan als we het nu verlengen. Dus vandaar, maar ik heb echt zoiets van, daardoor voelt deze trip een beetje extra bijzonder. Ook al is het niet de laatste keer, het is wel de laatste keer van dit abonnement. En we hebben ook zo genoten van dit Infinity abonnement. En hopelijk in de toekomst hebben we dan de Gold. Want er zijn nu allemaal andere abonnementen, zoals veel van jullie weten. Ik ga stoppen met praten, maar ik dacht, ik geef jullie even een update. Ik ga mijn make-up afmaken, outfit aandoen. Straks ziet het er heel logisch uit. Ik zie er ook crazy uit op dit moment, omdat ik alleen de oogschaduw nog heb gedaan. Maar ik ben zo bij jullie terug wanneer het logischer lijkt. Het moment van de waarheid. De stiekjes uithalen. Ik heb trouwens, dit is mijn make-up geworden. Ik ben er oké mee. Voor even snel. Like, ik denk dat het cute gaat zijn. Ik ga het even wat wilder maken. En wat droog shampoo inspuiten. En lekker groot maken. Want het mag wel een beetje gek. Als piraatlady. Maar de krulletjes zitten er in elk geval in. Nice. Zo, dat is wel lekker wild haar volgens mij. Zo kun je het iets beter zien. Mijn make-up. En dan de piratenoortje en de outfit. Maar ik wacht even totdat ik heb gegeten. Want ik zie mijzelf er echt voor aan dat ik straks hier aan het eten ben. En dat ik het op mijn kleding laat vallen. Maar ik ben hier in elk geval al tevreden mee. Ik zat er eerst aan te denken om ook van die vlechtjes erin te doen. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Gewoon puur omdat we straks ook echt heel laat terug zijn in de kamer. Dus ik denk dat ik het gewoon even hierbij laat. En dan die oortjes. Ik hoop dus wel heel erg dat het droog is straks met de openingsact, de show. Want dat doen ze altijd zo cool bij Disneyland Parijs. De vorige keer was het in elk geval super vet. Dus ik hoop dat het doorgaat en dat het dan droog is. Maar we gaan het zo zien. Ik ga wel even Luc bellen, kijken waar die is. Want we hebben niet mega veel tijd meer. You look amazing. Thank you. Twee tassen. Ik had besteld en toen zag ik cheesecake. Oh. En ik dacht, die moest jij nog proeven. Ja. Er zit wel een bulk chocola zo doorheen. Maar dan proef je de cheesecake misschien niet. Maar dan moet je een stukje cheesecake pakken. Kijk of je het lekker vindt. Ja, want dat was voor onze trouwerij een optie met de taarten die we konden kiezen voor bij het diner. En dan gewoon. Ja, dus ik had twee losse bestellingen. Oké. Okay. En ik kwam dus langs een opticien. Dus ik heb daglenzen. Helemaal in het Frans gedaan. Big boy. Oké, dan gaan we even snel eten. En dan doe ik heel snel jouw ogen. En dan gaan we daar naar weg. Luc is klaar. We hebben een klein littekentje gegeven. Een rode hoofdding. Hij heeft ook dezelfde munt die ik aan mijn riem heb zitten. Heeft hij daar. In een riempouch. Zo gaan we natuurlijk ook in Pirates straks. In de attractie. Ja, ik denk dat de medewerkers dat wel gaan waarderen. Als we zo komen aanlopen. Nou, door de beveiliging blijkbaar was de GoPro suspicious. Hebben we nog nooit gehad hier. Ja, daarbij stond ik iets aan en ik denk dan ook, ik ben geen nee. Het ziet er allemaal heel anders uit op zo'n scherm. Maar op een gegeven moment herkende ik het. Ja. Dus we gaan nu een bandje halen en het programmaboekje. En daarin kunnen we pas echt zien wat de planning is voor vandaag. Het park loopt nu echt leeg. Iedereen gaat eten, maar mensen gaan ook het park uit. Dus daar gaan we nu naartoe. We gaan nu de bandje halen. Ja. Bonsoir. Hallo. Hallo. You have 2 tickets. Oké, okay, perfect this way. Thank you. De rij is al minder crazy dan de vorige keer. Ja, maar ik denk dat we nu ook sneller door kunnen lopen. Want eerst stond hij nog stil toen, weet je nog? Ja. Nu loopt hij al. Dit keer, dat is wel heel erg fijn, wordt het dus onderscheid gemaakt tussen mensen die al voor de dag hebben gereserveerd of alleen voor het feest. Dus vandaar dat de rij dus ook een stuk korter is. Want de mensen die alleen voor het feest hebben, die zijn helemaal eer achter. Dus je hebt 2 verschillende rijen, hebben ze nu gecreëerd. Dus dat is wel een stuk praktischer in vergelijking toen met Halloween. Dus we gaan zo naar binnen en eerst even een fotootje maken bij het Pirates gedeelte. En daarna weten we nog niet echt. Duurt nog even voordat echt het evenement begint dan. Nou, het gaat een beetje chaotisch. Hier zijn de boekjes. Oh, ja, oké. Ja, gewoon weer 2. Kunnen we ook weer bewaren dan. Het ging niet snel genoeg voor ze, dus we hebben nu via sneltrein naar binnen. Ik vind het wel heel pretty, hè? En ik heb een bandje om. Hij is lekker fluoriserend oranje. Zullen ze wel expres hebben gedaan dat je het goed ziet in het donker. Maar kijk, hier hebben ze dus veranderd. Kijk hoe cool, hebben ze een scherm ingezet en die verandert de hele tijd. En dit was zo'n splash of colors. De bloemen. Echt heel erg cute. Superleuk.
Helemaal vrolijk gelijk zo. En het hele park is dus ook anders versierd. Nou, heel veel foto's gemaakt voordat de zon ondergaat. Gaan we nu even een plekje zoeken en dan gaan we het boekje doornemen. Ja, daar zijn tafeltjes. Oké, gaan we daar even zitten. Nou, ben benieuwd. Ik moet wel zeggen, we kregen net de boekjes en ze zagen echt zoveel mooier uit dan de vorige keer. Die waren ook netjes, wel moet ik zeggen, maar deze waren helemaal met gold foiling. Hebben echt moeite gedaan. Shiny. Shiny. Dit is hem dan. Kijk even hoe cool. Hij focust alleen niet. Maar je moet me geloven dat hij cool is. Oh, nu wel. Program Treasure Night. Helemaal shiny. Dus even kijken. Oh. Dus krijgen we er allemaal in. We krijgen een Treasure Night kaartje. We krijgen... Wat zijn dit? Stickers? Stickers, ja. Oh, we krijgen stickers. Vier zones en... Het kasteel. Welcome. Frontierland, Adventureland, Fantasyland or Discoveryland. Which one have you chosen? And does your costume do it justice? We sure hope so. Get ready, blah blah. Okay. Spectacle shows. 9:30. Disneyland Park Celebration. Al 9:30 is de opening. Yeah. Maar dat is goed, want vanaf 10 verwacht ze regen. Dus hopelijk kan het dan net nog droog de openingsshow zijn. Yeah. Dan hebben we Main Street Musical Meets. Die komt al een paar momenten. Die willen we wel ook doen allemaal, hè? Ja. Die shows waren vorige keer wel echt heel cool. Celebrate and sing iconic Disney classic with beloved Disney characters and surprises. And surprise. Look out for new faces to join the party. Bij de Videopolis, heel vaak. En dan de Le Grand Final om 2:00. En wat moeten we doen? Will you gain access to each land's top secret area for special encounters and festive fun? Staan de vier landen onder. Eens even kijken. Staat hier een hint? Oh, daar zijn dan de hinten en dan mag je hier niet in. Maar hij sluit heel veel af wel. Is wel ja, echt dat is wel een dood gebied. Hier zijn geen attracties. Oh, het zijn geen attracties. Oké. Okay. Dit is bij de pinwinkel. En dan daar bij die hintjes moet je dan allemaal letters verzamelen? Ik weet niet wat je moet verzamelen. Hints zijn er. Ja, ze zitten wel weer ver uit elkaar, allemaal. Ja, dus dan moeten we maar kijken of we dat willen doen. Ja, en misschien kunnen we oprecht wel in de buurt daar zo'n beetje kijken, luisteren wat misschien mensen is, zeggen. Ja, dit is misschien wel leuk omdat we piraten zijn. Oh nee, dan moeten we... Nee, maar het lijkt me sowieso wel leuk, want als daar dan speciale figuren staan of zo waarmee je op de foto mag. Maar als dit weer heel moeilijk is... Ja, precies. Dan zijn je hints. Misschien moet je weer dingen verzamelen en in de rij staan. Ja, dat zal. Dat is net zoals met de stickers toen. Dat was wel heel veel werk. Ik denk wel dat het ook zo zal zijn. Maar ik wil op zijn minst van eentje weten wat daar dan te doen is of zo. Ja, dus dan kunnen we eigenlijk het leukste misschien deze doen bij Indiana Jones. Dat is in het piratengebied. Ja. Dat is hier bij Adventureland. Dat we dan even kijken hoe of wat. Dat we die doen. Ja. Dat we daar gewoon de hints van verzamelen. Ja. En dan kunnen we kijken of dat waard is. Ja, precies. Dan kunnen we kijken of we dat meer willen doen. Maar we gaan sowieso de attracties in en de shows bekijken. En die ga ik dan ook filmen. Het zal dus wel donker worden. En deze camera heeft daar best wel een beetje moeite mee als het donkerder wordt. Dus dan ga ik me best doen zoveel mogelijk stilstaan te filmen voor jullie. Dat je alsnog kan meekrijgen. Wat is het plan nu, Luc? Weet ik eigenlijk niet. Zullen we de winkeltjes in? Ja, ik zal hier even een foto van maken. Dan hoeven we niet iedere keer dat boekje. Oh ja, dat is wel handig. Of van alles, ook van de hints. Ja, doe maar. Dan hoeven we die boekjes gewoon in de tas te houden. En dan kunnen we ze ook netjes houden. Vind ik ook wel leuk, kunnen we ze meenemen. We hoeven dit keer niks erin te plakken, dit keer. Maar wil je nu al de eindshow doen? Of kunnen we dat gewoon een van de andere dagen doen? Maakt me echt niet uit. Ja, doen we wel een van de andere dagen goed. Dan is het wel lekker rustig in een attractie misschien. Ja, en die mensen gaan nu ook al allemaal klaarstaan. Dus zullen we gewoon lekker dan winkeltjes ingaan? Want ik ben wel heel benieuwd ook wat er allemaal nieuw is. Oké, nou. Ook leuk dat we nu stickers en zo erbij krijgen. Ja, en flyer. Flyer. Oké, let's go. We gaan dus nu even in wat winkeltjes neuzen. Kijken of er nieuwe dingetjes zijn sinds de laatste keer. Dit is altijd de winkel waar ze ook altijd de beste Halloween hebben. Oh, nu helemaal Toy Story hier. Helemaal verbouwd naar Toy Story. Lotso. Sleepy Lotso, die heb ik al. Ik ga natuurlijk allemaal Shop met Meis voor jullie filmen. Die krijgen jullie tussendoor online. Niet van deze winkel, dus ik breng nu in beeld. Maar als je echt met prijzen en dingetjes wil zien, alles, die komen er ook aan op mijn kanaal. Als je me nog niet kent, als je nieuw bent. Ze hebben ook weer nieuwe en ze hebben nu ook die van 2024 nog hangen. Die zouden echt net na ons vertrek toen met oud en nieuw komen. Die hebben ze nog hangen, dus daar ga ik er sowieso eentje van meenemen. Maar ze hebben ook wat nieuwe van de groothoofdige lijn. Die ben ik zelf niet heel erg fan van, maar hebben ze ook. En ze hebben van Winnie the Pooh, die vind ik wel echt super cute. Kijk naar Eeyore. De cute lijn. Cutie.
Ze zijn wel echt heel leuk. Oké, er hangen hier al wat nieuw. En hier zo is niet echt de pinwinkel. Dus er zullen straks nog wel meer zijn, denk ik. Ze hebben ook het Wish schoudervriendje. Deze kreeg ik echt massaal van jullie doorgestuurd via Instagram. Want kijk even hoe freaking cute hij ook is. Dus ik snap het wel. Hij geeft ook echt licht. Dit is het enige schoudervriendje volgens mij dat echt licht geeft. Deze is wel een beetje derpy die je hebt gepakt, maar er zijn ook mooie. Ja, je moet wel goed zoeken hoor. Ja, je moet even ertussen zoeken dan. €28. Ze zijn wel duurder dus, maar dat komt omdat ze licht geven. Oh my god, het is zo druk. Ja, jongens, dit is zo cute. Hij is zo cute met de ogen. €80 wel. Kun je hem eruit halen? Om te laten zien aan hun hoe groot hij is. Oh my goodness. Oh, amazing. So cute. Ik heb ze gevonden. Hebben ook een mega. Het zijn van de grote voetencollectie, alleen al nu groot. Ze hebben ook van Marie. En van Domme. Oh my goodness, die is ook wel heel cute. Kun je hem even. Oh, dit is wel heel zielig hoe je hem nou vasthoudt. Hij is wel heel cute ook. Ook 80 neem ik aan, ja. En we hebben een Marie. Echt heel leuk, nieuw. Ik vind Dumbo denk ik nog de leukste misschien zelfs wel. Vind je niet? Ja, is wel cute. Gaan we door naar de Storybook Store. Het is ook echt wel goed donker nu aan het worden. Dus ik hoop dat de camera er zin in heeft vandaag om het een beetje goed te doen in het donker. Maar we gaan hier even binnen kijken ook. Want hier zo was als het goed is een Wish Funko. Stuur jullie naar me door. Maar die is wel limited edition, dus ik weet niet of ze die nog hebben. Zo'n special edition. Ze hebben hem nog. Kijk, ik heb eigenlijk deze nog. Papa. Ja. Die misschien nu wel aan doen. Had je hem niet? Ja, maar ik vind het dan een beetje eng om in de rugtas te doen. We hebben geen goede plekken natuurlijk, maar we gaan heel even kijken naar de Sky Parade, een klein stukje. Ik weet niet of ik een beetje daarvan kan filmen voor jullie. Oké, de show is afgelopen, dus wij gaan nu proberen zo dichtbij mogelijk te komen voor de openingsshow van de Disneyland Parijs pashouders evenement. Volg de dames in de jurken, die zullen er ook wel heen gaan. Ziet er prachtig uit trouwens. Maar we gaan nu naar voren manoeuvreren. We hebben een plekje bemachtigd, hier zo bij een van de podiumpjes. Dus dit is helemaal top, podia moet ik zeggen. Daar gaan ze dan vaak op dansen. En hier zo is dan het kasteel. Dus als ze daarop gaan projecteren, kan ik dat denk ik ook voor jullie filmen. Er lopen nog allemaal mensen weg, dus we moeten nog eventjes wachten. Maar we hebben in elk geval een mooi plekje bemachtigd om zo voor jullie ook vast te kunnen leggen. En maintenant, le parc Disneyland en fait. We zitten hier even lekker rustig op een bankje. Het is wel fijn dat het dan lekker rustig hier zo is. We zitten achter in de doorloophal. Gaan we even lekker Mickey Binje eten. Of hoe je het ook zegt. Maar ik heb hem ook gefilmd. Er komt een snackvideo aan. Dat we ze allemaal gaan eten. Alle snacks die we eten deze trip. Maar dat wordt een losse andere video. Dus die komt er heel erg snel aan. Wat gaan we doen nadat we hebben gesmikkeld? Wil je naar bus? Dat is dichtbij. Ja, dat is goed. Gaan we wel een bus. Dan gaan we dadelijk denk ik richting Adventureland. Zoeken. We gaan nu eerst heel erg snel bij Main Street Motors, want we zagen dat die dus wel open is. Dus we denken dat daar de Loungefly deal te koop misschien gaat zijn. En we zijn er nu vlakbij, dus dat gaan we eerst even doen. Dan naar Buzz Leisure en daarna gaan we naar de Videopolis voor een voorstelling. Want die begint over 3 kwartier, dus dat is het plan nu. Gaan we eerst even Main Street Motors in. Die van Wish is ook in de korting. Ja. Die van Wish.
Kijk, hem even naar die van Wishy kijken. Wishy. Wishy. Is het donkerpaars? Volgens mij. Ja, het is die wishkleur. Ja, dan donkerpaars blauw. Ja. Die staan met de korting wel de moeite waard. Ja, die zit even bij mij onder de paraplu, maar we lopen naar Buzzletjurker. De tassen waren dus allemaal 45 euro. Ik denk even over na. Het is wel natuurlijk een goede deal. Sommige mensen slaan ook echt tassen in om door te verkopen. Dat is echt vreselijk. Maar het is wel in dat opzicht. Tassen die normaal 80, 90 zijn, nu voor 45 is natuurlijk een hele goede deal. Nou, Luc, zoals gewoonlijk weer ingemaakt, zei Luc. Ja, sad. Sad. Maar we konden gelijk instappen, dus dat was heel erg fijn. Maar we gaan nu doorlopen naar de Videopolis, naar die voorstelling. Ik weet niet of ik dat mag filmen of kan filmen, maar ik ga in elk geval mijn best doen. We gaan nu die kant uit in elk geval. Het regent trouwens wel, maar we hebben goed voorbereid, we hadden plus meegenomen. Dus we gaan nu die kant uit. We hebben even moeten wachten in de regen, dus dat heb ik niet voor jullie kunnen filmen. Er is ook een dikke party buiten ergens. Ik denk in die Secret Zone. Dus dat klinkt vrolijk. Maar ja, we zijn binnen. Het was even in de regen staan wachten. Ik ben benieuwd. In elk geval een voorstelling met Disney Classics, zeiden ze, en een surprise. Il suffit d'une pincée de poussière d'étoiles pour que tous nos rêves deviennent réalité. À présent, laissons la fée Clochette en saupoudrer un peu sur vous et envolez-vous pour un voyage extraordinaire au cœur des grands classiques. Op zoek naar één wachtwoord om te kijken wat er dan gebeurt. Dan doen we er eentje voor de sier. Zoals ik al zei, was de vorige keer ook met die stickers. Het is leuk om te doen, maar het is leuker om de shows, vinden wij tenminste persoonlijk, om de shows bij te wonen en de attracties in te gaan. Maar we gaan in elk geval voor eentje het wachtwoord verzamelen en kijken hoe dat in elkaar steekt en kijken wat er dan gebeurt als we hem daadwerkelijk hebben. Luc had foto's gemaakt op zijn mobiel van de boekjes. Maar als het goed is, is er hier zo gelijk een hint. Ik denk dat we uiteindelijk dus eindigen bij die dikke party die in de verte hoort. Maar dan gaan we hier gelijk even kijken wat dat dan inhoudt. Was dit dan een hint of gewoon een personage? Oh, staat er iets op het bord? Is dit dan de hint? Ik heb geen idee. Hier bij Star Wars zou tip nummer 2 moeten zijn. We hebben niet zoveel aan de hint nummer 1 gehad. Tenminste, wij weten niet wat we ermee moeten. Maar we gaan nu naar de tweede. Die moet hier zo binnen zijn volgens Luc. Oh, we hebben hem gevonden. Hij zit helemaal in het hoekje hier zo geplakt. Maar het is muziek.
Wat zegt het, Luc? Jij bent de muziekpersoon. De noot is een A. Oké, jongens, even een dikke shout-out aan Lisette. Die stuurt mij nu via Instagram alle wachtwoorden door. En daarna stuurt ze dat er een Frontierland bij Pocahontas achterin een fotomoment met Miko is. Ja, daar moeten we natuurlijk ook wel naartoe. Dus ja, super dankbaar. Dankjewel, lieve Lisette. Jullie zijn echt de beste. Want Luc en ik zijn het moeilijk te doen. Want het is dus blijkbaar inderdaad in het Frans. Dus wij kwamen er al niet uit. Dus dit is echt geweldig. Dus nu kunnen we het paswoord zeggen en daarin. Dus dit is lifesaver, geweldig. Oké. Succes, Luc. Niet het paswoord. Yes. De natuur dan la capitaine. No. No. Oh. Dat klopt niet. Do you know the password? Ja. Wij niet. I'm hurt to me. Heb jou net zin, Jessica Roes, ik ben passant. Oké, ik heb een soort. Ik had het niet gefilmd, maar ik herhaalde mensen wat ze zeiden. Maar ik heb geen idee wat ze zeiden. Nene meloen of zo. Chewbacca. Chewbacca, wil je met Chewbacca op foto? Oké, gaan we in de rij voor Chewbacca. Ik hoef niet, maar dan maak ik wel een foto van jou, goed? Is dat wat we hier kunnen doen alleen? Snackies? Kunnen we snackies hier kopen? Ik ook echt. Ik kan geen woord Frans, dat sloeg nergens op, maar we zijn binnen. Hij maakt geluidjes. Nou, Luc heeft een foto met Chewbacca. Yes. Hij maakt allemaal geluidjes ook. Maar de party is in elk geval stop, was net ook DJ, maar het regent ook nu best wel hard. Maar dus ook een fotomoment, maar Frontierland was zij echt binnengekomen bij Miko, dus die weten we wel zeker. Ja. Die ander had ze dus gehoord van iemand anders en werkt ze niet. Oké, gaan we dan naar Frontierland? Ja, is goed. Nou, we staan dus in de rij van Frontierland. Als het goed is, is hier Miko. Maar er is hier echt best wel een rij om naar binnen te komen. Dus ik hoop dat we het dit keer goed hebben. En anders of we het kunnen horen van anderen. Want zo zijn we net bij het andere park binnengekomen. Pirates, where are you from? Wrong land. From the Netherlands. Oh, okay. Nice to meet you. Welcome to France. Maybe you have a password for me. Maybe. Maybe. Put your hands up in the air. I think you're right. Have a nice evening. Thank you. Oké, hij was goed. Hij was goed, we zijn binnen. Ze praten heel goed Engels. Huh? Ze praten heel goed Engels. Ja, zij praten goed Engels. Oké. Nou, we hebben Miko ontmoet zoals jullie konden zien. We lopen nu hier zo achter in de hallen door. Maar we denken dat we wat eerder weggaan, want het is nu volgens mij bijna 1 uur. Om 2 uur is de eindshow. Maar de andere show is helaas afgelast, omdat het regent. Gaan ze het nu wel doen? Nee, ik dacht mensen zijn even aan het kijken. Die zijn aan het schuilen. Oh, die zijn al aan het schuilen. Ja, die andere show helaas, die zou op Main Street zijn, maar die gaat niet door. Hoorden we van Bibi, die kwamen we ook tegen. We hebben echt hele leuke mensen allemaal tegengekomen. Ook een paar abonnees. Echt heel erg leuk, maar ja, heel jammer, want die shows zijn, vinden we altijd het leukste. Maar we hebben er wel dus 2 gezien en het is dan maar de vraag of die eindshow dan doorgaat zoals ze willen. Dus we gaan nog even de winkel door en dan gaan we richting de auto. Dan zijn we ook die drukte met uitrijden voor. We horen wel herrie. Volgens mij gaat de show wel nog door. Dus we gaan heel snel naar buiten kijken. Toch nog een gedeelte van die laatste paradeachtige ding mee kunnen pakken. Maar we gaan nu richting de auto. We weten niet precies waar er stond, ongeveer. Dus ik hoop dat we hem snel vinden. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het regent wel echt flink. Je ziet ook echt gieten van die daken af. Het is geen mooi weer helaas. We hadden echt pech. De hele tijd geregend. We zijn er. Ik ga wel. Het is ook zo stil nou ineens. Ja. Ik
Oké, gaan we richting het hotel. Nou, we zijn weer terug in de kamer. Ik ben echt helemaal gesloopt. Mijn haar ziet er ook helemaal niet meer uit door de regen. Het was wel echt heel erg leuk in de zin van dat ik ook wat abonnees heb ontmoet. En ook andere makers kwam te regen. Dus dat was ook heel erg leuk, even mee gepraat. Maar het was gewoon zo ontzettend pech met het weer. Wat echt wel heel erg jammer was. Want daardoor werden dus ook buiten shows en zo gecanceld of mindere maten gedaan. Dus dat was wel heel erg jammer. En ik moet zeggen dat met dat wachtwoord, dat werkte niet echt heel erg goed. Eigenlijk totaal niet. Maar blijkbaar is het zo dat ze later op de avond, omdat het dus ook niet werkte, dat je ook naar binnen mocht met foto's van de hintbordjes. Omdat mensen er ook gewoon niet uitkwamen. En ja, het was ook jammer dat sommigen dus in het Frans waren. Want dat maakte het wel echt heel erg moeilijk. Weet je, dit was gewoon weer een avontuur. Ik denk wel dat ik zelf persoonlijk de stickers leuker vond. En wat ik ook heel tof vond met Halloween, toen we daar zo waren, toen was het echt een stuk uitbundiger of zo. Ik weet niet echt zo goed hoe je dat zegt. Want ze hadden toen ook dat ze live aan het zingen waren. En dan moest ook zingen. Dat was nu niet. Ik weet niet of dat komt door, ja, dat het gewoon random tussendoor eentje is. Of dat het toevallig net deze is. Dat weet ik niet. Omdat dit de tweede pas is waar we naartoe zijn gegaan. Maar die van Halloween was wel een stuk vetter. Terwijl ze wel even duur zijn. Dus ik snap wel dat deze niet uitverkocht was. En die van Halloween wel. En kerst en al die dingen. Dus volgens mij van echt feestdagen zijn iets extra er, zeg maar. Het is geen woord, maar je snapt wat ik bedoel. Het is echt super laat wanneer ik dit film. Dus vergeef me. Dan ga ik naar Luc voor de zin van vandaag. Want zoals jullie weten, als je tot en met hier hebt gekeken, dan ben je een echte abonnee. En dan geven we jullie altijd een zin om een beetje de andere mensen in de war te brengen. Van als ze nog niet, zeg maar, tot en met hier hebben gekeken. Laat dat dan vooral achter in de reacties. En dan doe ik mijn best om op zoveel mogelijk van jullie weer te reageren. Nou, Luc valt ook bijna in slaap. Maar wat heb je bedacht voor de zin van vandaag? 20 minuut 18. Wat bijzonder dan Mickey Nederlands sprak. Oké. Wat bijzonder dat Mickey Nederlands sprak. Jullie zien het nu in beeld hier beneden als je tot en met hier hebt gekeken. Laat dat vooral achter in de reacties, want dan weet ik dat je tot en met hier hebt gekeken. En dan vinden we jou super, super leuk. Nou, dat was het dan jongens voor deze eerste vlog. Ja, niet allemaal gelopen zoals ik zou willen. Ik had eigenlijk verwacht ook dat ik misschien meer zou filmen. Ik weet niet hoe lang deze video's worden. Maar voor mijn gevoel heb ik het evenement niet heel goed gevlogd. Maar dat kwam voornamelijk doordat het echt heel hard aan het regenen was de hele tijd. Dus ik hoop dat jullie me vergeven daarvoor. Want ik moest een beetje creatief zijn. Want het was ook moeilijk met de paraplu en filmen. Maar ja, in elk geval, dag 1 hebben we gedaan. En morgen start ik met vlog nummer 2. Er komen meerdere vlogs van meerdere dagen. Dus er komen nog heel veel leuke Disney dagen aan dat we echt in attracties kunnen en zo. Want dat was dus nu ook met het weer. We konden niet in Thunder Mountain, wat ik echt heel erg jammer vond. Want er is geen wachtrij. Maar het was echt zo hard aan het regenen. Ja, dan wil je daar niet in zitten. Want dan kom je er echt als een bezopen katje uit. Dus de komende dagen gaan we nog alles beleven. Dus dan ga ik jullie weer meenemen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video. Doeg. Bye.